Vrolijke groet, lieve kijkers, en welkom bij die online challenge van de Southeast Parade 2020. Ik ben Graciela Hunsel en heet u van harte welkom vanuit de studio's van Salto. Samen met de razende reporters Shaggy Albertson en Charissa Mitra Singh nemen we jullie mee langs de 37 deelnemers van de Southeast Parade. Wie gaat er winnen? Waar staan zij voor? Blijf vooral kijken. Maar we trappen eerst af met de brandweer en Jacob Wedemeijer, lid van het dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost. Beste inwoners van Amsterdam Zuidoost, voor je staat een trotse stadsdeelbestuurder Jacob Wedemeijer van dit mooie stadsdeel. Ik ben ontzettend blij dat ik de grote eer heb gekregen om dit mooie programma van Southeast Parade te mogen openen. Southeast Parade doet met 37 teams mee aan dit mooie programma. En ik ben er heel blij mee dat zo ontzettend veel inwoners van Zuidoost de moeite hebben genomen en trots zijn op hun stadsdeel om mee te doen aan zo'n mooie wedstrijd. Zuidoost is een zeer veerkrachtig stadsdeel. We doen met allerlei campagnes alles aan om deze moeilijke coronatijden tegen te gaan. Zo doen we mee met Zuidoost Schoon om ons stadsdeel schoner te krijgen. We doen ook aan Zuidoost Werkt, waarmee we proberen mensen aan het werk te krijgen. En we krijgen een mooie campagne, Zuidoost Beweegt, om mensen ook veel meer in beweging te krijgen. Ik ben ontzettend blij dat dit allemaal kan en dat er zoveel vrijwilligers zijn die samen met ons als stadsdeelbestuur dit willen vormgeven. Daarom verklaar ik op dit moment de Southeast Parade voor geopend. Wat een klapper van het begin van de Southeast Parade 2020 Online Challenge. Dit jaar zijn er 37 bewoners verdeeld over 4 verschillende categorieën. Ondernemers, stichtingen, bewoners en verenigingen. Per categorie zijn er 3 genomineerden die er in de prijzen kunnen vallen. Dan hebben we dit jaar de publieksprijs waar u voor gestemd heeft. En natuurlijk aan het einde van het programma de all-over winnaar van de Southeast Parade 2020 Online Challenge. Nieuw dit jaar, de Change is Pro-prijs voor de meest ondernemende bewoner uit Amsterdam Zuidoost. Een stadsdeel vol bijzondere mensen, vol kanjers. En 2 kanjers uit dit programma zijn Shaggy Albertson en Charissa Mitra Singh. Razende reporters die zometeen langs de deuren gaan bij de winnaars. We schakelen naar Amsterdam Zuidoost. Dankjewel Graciela. We staan hier in Bullenwijk bij Heesterveld. En we gaan natuurlijk een aantal winnaars vandaag bedanken. Ik sta hier samen met Charissa. Hi Graciela, wat zie je er mooi uit. Mooie jurk heb je aan. We hebben er heel veel zin in. Ja toch? En ik denk dat we gewoon nu naar de eerste winnaars gaan om te gaan kijken wat ze ervan vinden. Ze weten niet echt dat we komen. Dus het wordt super spannend. Ik denk dat ze super verrast zullen zijn. Ik heb er heel veel zin in. Let's go Shaggy. Let's go. Roy Risti, een van de bedenkers en uitvoerders van de Southeast Parade, zal ons vertellen waarom dit event zo bijzonder en zo nodig is voor Amsterdam Zuidoost. En daarna komen we terug aan tafel met de juryleden die bekend gaan maken wie de winnaars zijn. Ik heet jullie van harte welkom bij deze bijzondere finale van de Southeast Parade Online Challenge 2020. Een online challenge is dat geworden, omdat de fysieke parade, zoals we die voorgenomen hadden ook dit jaar te organiseren, geen voortgang kon vinden. De Southeast Parade is een initiatief genomen door bewoners, waar bedrijven, verenigingen, organisaties, instellingen, waaronder ook de gemeente, de brandweer, maar ook andere actieve instellingen in de samenleving, de handen ineengeslagen hebben om Zuidoost in eerste instantie, de trots van Zuidoost, te manifesteren. Dit platform is een initiatief dat is ontstaan in het kader van 50 jaar viering van de Bijlmermeer. Het was meteen een succes op die warme julidag, de tweede donderdag in juli 2018. Velen van u hebben dat nog op het netvlies, dat wij een initiatief namen en dat Zuidoost de straat op ging 50 jaar Bijlmer te vieren met hun hebben en houden, pracht en praal. En dat was zo mooi om te zien vanuit verschillende disciplines die de samenleving kent. Die dingen die Zuidoost maken tot wat Zuidoost is. Een terechte naam, de Southeast Parade, was de naam waarvan iedereen zegt van nou,
Dat moet er blijven en we moeten ermee doorgaan. Ook in 2019 hebben wij een fysieke parade weten te organiseren. En nu gingen we dat echt voor het echt doen. En dat was in 2020. Maar toen sloeg de coronapandemie toe en waren we niet meer in staat om in elk geval dit jaar een fysieke parade te laten plaatsvinden. Maar met de veerkracht waar we over beschikken in Zuidoost, waarmee we de vrolijkste parade van Amsterdam hebben weten neer te zetten, hebben wij alles eraan gedaan om ook innovatief een hand toe te reiken aan dat wat de stad maakt tot wat de stad is. Met zijn mooie parels, met zijn mooie activiteiten. Want dat is de Southeast Parade ongetwijfeld. In 2020 hebben wij daarom de Southeast Online Challenge georganiseerd. De deelnemers die zich hebben aangemeld, die zich heel enthousiast daarvoor hebben ingeschreven, die hebben wij via een video zich laten presenteren op die parade die heeft plaatsgevonden. Dit keer dan niet op straat, maar online. Wereldwijd, online. En dat was een challenge waar in verschillende categorieën bewoners, verenigingen, ondernemers en ook stichtingen aan deelgenomen hebben. 37 in totaal. En we zijn er trots op dat mensen die ondanks wij dat anders hebben moeten organiseren, zich zo massaal hebben aangemeld om hieraan mee te doen. De Southeast Parade is daarmee een begrip. Er zijn veel meer mensen dan bij het begin het geval was die begrijpen dat dit platform er is gekomen om te blijven en het podium vormt om niet alleen maar vanuit Zuidoost, maar ook vanuit andere stadsdelen die zich intussen aansluiten, dat te maken tot waar wij de wereld met trots kunnen laten zien waarom Amsterdam Amsterdam is. Dankjewel, Roy. En dit jaar bestaat de jury uit de volgende mensen. Voorzitter John Leerdam, Karin de Moor, Rubina Boosman en Ray Blinker, die er helaas niet bij kan zijn, maar die wel heeft bijgedragen. Maar eerst wil ik weten van Rubina, Southeast Parade, waarom jurylid? Nou, Graciella, het is leuk om de wijk Zuidoost gewoon goed in beeld te brengen. Maar ook, het is iedere jaar een verrassing wat we nou wederom ongekend is in de wijk. En waarom ik dat graag meedoet, omdat ik op die manier nieuwe mensen leer kennen, maar ook mijn wijk steeds beter leer kennen. En ja, de parade geeft eigenlijk heel goed om van wat we allemaal aan positieve dingen doen in de wijk. Ik neem je weer even mee naar vorig jaar. Ja. He, daar stonden we op Hoekenrode, prachtige parade, heel veel gezellige mensen langs de route. Wat was nou de groep die jou het meeste opviel en waarom? Nou, de groep die mij meest opviel, weet ik nog, was de groep uit Suriname met echt van dat mooie kledij, dat indigenous kledij. Inheemse mensen. Ja, die vond ik prachtig. Weet je, iedereen zag een beetje anders uit met details en dat was echt prachtig. En ik heb toen later een van die deelnemers gesproken en ik zei van, ja, hoe hebben jullie dat gemaakt en zo? Maar ze hebben een jaar over gedaan en het is gewoon echt handwerk. Handwerk. Nou, dat is zo precies, zo mooi, dat vond ik echt schitterend. Een andere groep die mij ook in het oog springt, dat was de groep van LGBTQ gemeenschap. Dat was een en al vrolijkheid, alegria, ja, maar ook DJ, heel... Ja, Jasmine Paris. Echt waar. En wat leuk was, het was heel divers. Het was echt de vertegenwoordiging wat je eigenlijk ziet in Zuidoost. Weet je, Spaanstalige, Engelstalige, Arabische mensen van overal. Het was geweldig. Ja, gewoon de wereld die we zijn in één groep. Exact. We gaan over naar de volgende categorie waar jij informatie over hebt. Ja. Het was heel moeilijk en het was ook heel anders. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het geweldig. Weet je waarom? Omdat je nu eigenlijk het concept en waarom ze bij elkaar komen, ja, hoe de groep is ontstaan, ook vertellen en wat ze eigenlijk door de jaar heen allemaal ook nog doen om te komen tot die ene presentatie op de ene dag in Zuidoost, om te laten zien wie ze zijn als groep. En waar ze voor staan, inderdaad. Dat was echt gewoon heel schitterend. Het was heel mooi om te zien, maar ook heel interessant. Jij gaat nu bekendmaken wie de winnaars zijn uit jouw categorie. Ja, ik ga de winnaars aangeven van twee categorieën. Dat is de vereniging
en bewoners. Mm-hmm. Laten we beginnen met de vereniging. We hebben gewoon geweldige inzendingen gehad. Heel divers. En ook met prachtige boodschap. Dat wij als jury heel erg goed naar hebben gekeken van... wat is de verbinding met Zuidoost, met de bewoners. Het was een mooie plamage om te zien mm-hmm. wat we allemaal doen in Zuidoost. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben echt heel verbaasd hoe actief mensen eigenlijk bezig zijn. Ik heb ook een lijst van mezelf ja. apart opgesteld waar ik overal naartoe wil gaan. Oh mijn god, dit is een soort van routekaart. Misschien moeten we het delen. Ja, ik heb een routekaart nu. Ja. Weet je, dus dat is echt heel erg leuk. Straks zal Robina bekendmaken wie de winnaars zijn in de categorie verenigingen. Er zijn 4 categorieën en 3 genomineerden per categorie. Nou, dat zie je wel. Mensen lachen, mensen zwaaien, mensen dansen, mensen gaan zingen. Er is wat, er is dynamiek. En als het leven is een weekend genoeg. En eigenlijk is het dus die kunst en de cultuur is gewoon wel de jus over de aardappeltjes eigenlijk. Wij houden ons bezig met onze cultuur, dans, kleuren, muziek en het lekkere eten natuurlijk. Dit doen wij voor de ontspanning en om met elkaar verbonden te zijn en te blijven. Waar ik dan trots op ben is dat we zijn opgegroeid in Zuidoost. Alle leiding is opgegroeid in Zuidoost of komen wonen in Zuidoost. En scouting heeft ons echt verbonden met ja. elkaar. Je maakt echt een nieuw vrienden voor het leven. En je maakt met elkaar een hele levensfase door. Spannend, maar wel echt heel erg leuk om te zien hoe de verenigingen in Amsterdam-Zuidoost die genomineerd zijn, zich inzetten. Nou, het moment suprême, Robina. De 3 genomineerden in de categorie verenigingen. Ja, Graciella, het was moeilijk, maar uiteindelijk hebben we toch wel 3 winnaars. Nou, laat weten, we zijn benieuwd. Laten we beginnen met nummer 3. Scouting Holendrecht. Ja, dames en heren, we staan hier bij Scouting Holendrecht. Goedemiddag. Jullie zijn 3 geworden in de categorie vereniging. Gefeliciteerd. Oh, superleuk. Dankjewel. Wauw. Ja, scouting is belangrijk omdat je daar gewoon leert samenwerken. En het is voor kinderen die op de basisschool moeite hebben met vriendjes maken, leren ze hier beter contact leggen. En ja. het is samenwerken, zelfvertrouwen, vaardigheden oefenen die ze later ook kunnen gebruiken. Ik zou zeggen, kom een keer op zaterdag, meld je aan hier bij Scouting Holendrecht. En leer elkaar gewoon kennen en leer gewoon leuke dingen in de buurt te doen. Ja. Ja, toch? Hey! Yes. De tweede winnaar is Curaçao. Goeiedag, kunt u even voor ons openmaken? Ik ben op zoek naar Henriette. Ik ben hier. Kom erbij. Ja, ik ga een beetje hier zo staan. Jullie hebben de 2e prijs gewonnen in de categorie vereniging. Oké. Okay. Zo. Gefeliciteerd. Ja. Daar horen natuurlijk ook een bosje bloemen bij. Curaçao Zuidoost. Noste. Dankjewel iedereen. Dankjewel. Voor het stemmen op Curaçao Zuidoost. Nummer 1. Belmer van Vaar. Goedenavond, Belmer van Varen. Wij mogen jullie verrassen met de 1e prijs in de categorie verenigingen. Oh! Alsjeblieft. Oh, dank u wel. Oh, wat leuk. Nou, nee. Oh, meisje. Gefeliciteerd alle genomineerden in de categorie verenigingen. Onze community is er trots van Zuidoost omdat ze veerkracht sowieso tonen. We staan niet stil, je ziet ons, we zijn in de community en je kunt niet om ons heen. We zijn broer en zussen en we zijn opreizen, yoga en lifestyle. Ik doe het even voor, ja? Dat iedereen een beetje. We gaan zonnegroet. Bam, 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 rubabab. Andere kant. We hebben kinderen die heel erg gemengd zijn, weet je. We zijn
We zijn een koppeltje. Heel in het mini wel een beetje symbool staan voor wat Zuidoost is. Ja. En dat is gewoon eigenlijk voor mij zoals mensen horen samen te leven. Van allemaal afkomsten, allemaal verschillende achtergronden. Dit waren de genomineerde bewoners. En Rubina, jij hebt ook de schone taak om aan ons te gaan vertellen wie de top 3 zijn geworden uit deze categorie. Ja, geweldig. De bewoners. Daardoor konden we zien van wat mensen op individuele basis of op kleine basis bezig zijn om de verbinding te zoeken met anderen. Nummer 3, Greg Foster en Family, Uprising Yoga en Lifestyle. In de categorie bewoners zijn jullie derde geworden. Okay. Leuk. Hoe voel je erbij? Leuk om te horen. Ja. Ik ben niet zo goed in praten, maar ik nodig iedereen uit om op je reis in yoga te komen. Ja. En dan word je blij en gezond. Op reis in yoga! Ja. Nummer 2, Tahira, Willem, James en Shane. Bewoners, K-buurt. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar Willem, Shane, Tahira en James. Oh, maar ik ben gewoon de oppas, hè? Ik ben de oma. Oh, ja, we hebben een kleine verrassing Kijk voor deze. Kom eens, James, dat is een verrassing. Kom maar, Shane. Ik heb gehoord dat jullie hebben meegedaan met de Southeast Parade. Ja. Klopt dat? Ja. En jullie zijn nu, hebben jullie de tweede prijs in de categorie bewoners gewonnen. Gefeliciteerd. En als het goed is, komt nu ook Willem aanlopen. Hi, Willem. Goeiedag. Goeiedag, alles goed? Gaan we schreeuwen? 3, 2, 1. En de winnaar is Colin en Rachel, LGBT community. Goeiedag! De jury heeft bepaald dat jullie in de categorie bewoners de eerste plek hebben gekregen. Nou, dat meen je niet. Fantastisch. Nou, heel erg bedankt. En een bloemetje. Nou, dankjewel. Ik ben totaal verrast hiermee. Wat kan ik zeggen? Nou, heel erg blij met de eerste prijs, met de hoofdprijs. Zal ik ook zeker naar de achterban doorspelen. En ik zou zeggen, lang leven Zuidoost. Ja. Super. Ja. Muchas gracias, Rubina, voor het bekendmaken van de bewoners. Ik weet zeker dat ze thuis hartstikke aan het springen zijn. Want het is niet niks om genomineerd te zijn. En ook nog te winnen tijdens de Southeast Parade 2020. Wij feliciteren Greg Foster en familie met Uprising Yoga en Lifestyle. Willem, Tahira, James en Shane, bewoners van de K-buurt. En Colin en Rachel van de LGBT community. Straks gaan we over naar de twee andere categorieën. Ondernemers en de publieksprijs. En niet te vergeten de all-overprijs. Want we willen natuurlijk weten wie is de ultieme winnaar van de Southeast Parade 2020. Voordat we daar zijn gaan we eerst genieten van een sprankelend optreden van Soul Sound Choir. Halleluja, halleluja, let's sing together, God is great. Halleluja, halleluja, He gives people faith. Halleluja, 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 halleluja.
Nou, dat was een super optreden van Soul Sound Choir. Ik heb genoten, vast jullie ook daar thuis. Je kijkt nog steeds naar de online challenge van Southeast Parade 2020. En inmiddels hebben we al twee categorieën gezien. De derde categorie, stichtingen. Daarvoor hebben we bewoner en ook jurylid Karin Moor. Wij gaan kijken wie er genomineerd is in de categorie stichtingen. Ik denk niet dat ik persoonlijk de trots van Zuidoost ben, maar die kinderen die zijn te gek, die zijn ontzettend getalenteerd, heel veel gemotiveerd ook, ontzettend muzikaal, creatief, enthousiast. Dus ik denk dat de trots van Zuidoost wel is. So Southeast has helped me and here one thing I love for Southeast is they never condemn or degrade anybody. Zien hoe de jongeren gewoon groeien en hoe ze ook gewoon binnenkomen en ze houden ervan, ze zijn ook heel erg leergierig. Ze houden van alle dansstijlen, dus dat maakt mij ook gewoon blij. Dat waren de genomineerden in de categorie stichtingen. Karin, het woord is nu aan jou. Dankjewel Graciella. Dit jaar was het inderdaad weer een hele erg moeilijke keus. En Zuidoost is ook natuurlijk een schatkist vol met juwelen. En daar zitten allerlei pareltjes in. En welk sieraad moet je er dan uitpakken? We hebben het heel moeilijk gehad als jury. We hebben een behoorlijke strijd gevoerd. Maar de derde plaats is gegaan naar We Are On The Move. Uh-oh. Goedemiddag iedereen. Ik ben hier vandaag namens de Southeast Parade. En ik heb heel veel goed nieuws voor jullie, want jullie hebben de derde plaats in de categorie stichting gewonnen. Oké, leuk. Zo, nice. Ja, nee, dankjewel. We zijn echt verrast en we waarderen het echt, de derde plek. We are on the move, we are on the move, we are on the move. We are on the move. Thank you. Yes. En dat komt natuurlijk omdat We Are On The Move een fantastisch project is voor kinderen waarin ze hun talenten kunnen laten zien. En waarin de kinderen ook gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Dus het is niet alleen maar de dans en de art die zij laten zien. Maar vooral ook dat zij naar hun toekomst kunnen werken. En de tweede plaats, heel spannend wordt het. Ze leren kinderen muziek te maken, maar ook te werken aan de eigen identiteit van de kinderen, hun zelfvertrouwen herwinnen. Kinderen leren samen met elkaar komen tot een product. Ze leren dus veel meer nog dan muziek alleen. Maar muziek alleen klinkt natuurlijk ook alsof muziek niets waard is. Muziek is ontzettend veel waard. En zeker ook in een stadsdeel als Zuidoost, waarin muziek wordt gebruikt ook om te komen tot verbroedering. En de tweede plaats gaat naar Dutch Gospel Arts Institute. Goedemiddag mevrouw Alvarez. Oh, ik dacht we gaan het even opmaken. U gaat hier, nee, natuurlijk niet. We zijn hier eigenlijk met een hele mooie prijs van de Zuidoostparade. Jullie zijn de tweede plaats geworden in de categorie stichtingen. Omdat jullie zo mooi werk doen. Leuk. Maar niet alleen voor ons, maar voor alle kinderen. Ja. Hè? De docenten, wow. Docenten, voor iedereen. Ja, ja, ja. Ja! 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 En de eerste prijs van de categorie stichtingen gaat dit jaar naar Mama Agartha Frimpong met haar stichting Women Motivation and Integration, die zo ontzettend veel werk heeft gedaan en nog steeds doet in Amsterdam Zuidoost. Dag mama Agartha, hoe gaat het met u? Goed. Ja? U bent nu al verrast? We komen hier speciaal om een prijs uit te reiken. Ja. En wij mogen vertellen, ja. Dit is de eerste prijs voor stichtingen in uw categorie. Nee. Met bloemen natuurlijk. Oh, dank je wel, hè? Ja, zeker. Oh. Hey. Blijdschap, je kunt het gewoon niet geloven. Ja, ja. Zij betekent ontzettend veel voor de Ghanese gemeenschap, maar ook voor de mensen
in Zuidoost in zijn algemeenheid. Want zij doet achter de schermen ongelooflijk veel goede dingen. Ook in de verzorgingshuizen in Amsterdam-Zuidoost. En dat heeft ze allemaal helemaal niet verteld in haar filmpje. Want het is ook een hele bescheiden vrouw. Het is een bescheiden stichting van grote betekenis. En een van de belangrijkste parels in Amsterdam-Zuidoost. Dus ik vind het terecht dat zij deze prijs heeft gewonnen. Dus applaus! Gefeliciteerd, We Are On The Move, Dutch Gospel Arts Institute, Mama Agartha Frimpong, Woman Motivation en Integration. Jullie zijn de winnaars van de categorie Stichtingen tijdens de online challenge van de Southeast Parade 2020. De Southeast Parade bruist en bubbelt. Niet alleen maar in Amsterdam-Zuidoost, maar het zou eigenlijk in heel Amsterdam moeten. Roy Ristie gaat in gesprek met Maarten Porter voor de connectie met Amsterdam-Oost. Dankjewel, Graciela. U kijkt naar een finale uitzending van de Southeast Parade Online Challenge 2020. En Maarten, die zit bij me. Maarten Porter, je bent voorzitter van Stadsdeel Oost. En voordat ik verder ga over de deelname van Oost aan de Southeast Parade, even vragen, in jouw functie in Oost, waar ben je elke dag mee bezig? Waar ik in Oost mee bezig ben, vergelijkbaar met jullie geliefde stadsdeelvoorzitter Tanja Jadne Nansing, ben ik verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid en het sociaal domein. Dat is waar ik elke dag met heel veel passie en liefde aan werk. Ja, de Southeast Parade is een initiatief dat in het kader van 50 jaar Bijlmer, de viering daarvan genomen is, 2 jaar geleden begonnen als een fysieke parade. Dit jaar geen voortgang heeft kunnen vinden op die fysieke manier, maar een online challenge is geworden. Begonnen in Zuidoost, uitgerold naar de rest van de stad, want ook Oost heeft al gauw aangegeven, wij doen mee aan deze vrolijke parade van Amsterdam. Waarom dat? Omdat het een ontzettend leuk initiatief is. En zeker in deze tijd van corona. Ja, het is ontzettend jammer dat het niet fysiek kan doorgaan. Maar jullie zijn creatief. Dat blijkt uit deze online uitzending. Maar we hebben het nu juist een beetje nodig om elkaar op te zoeken. Ook buiten corona natuurlijk is het zo ontzettend belangrijk om diversiteit te vieren. En verschil bespreekbaar te maken. Want we zijn allemaal Amsterdammers. En daarom vind ik ook dat we dit als één Amsterdam moeten doen. Ik vind het prachtig dat Zuidoost hier het initiatief voor neemt. En wij in Oost zullen misschien een volgend idee ontwikkelen. Maar dat we elkaar daar ook in ontmoeten als Amsterdammers. Wat ben jij zo trots op? Wat maakt Oost tot Oost en onderscheidt zich van de rest van de stad? Ja, ik vind die lokale trots heel goed. Volgens mij maakt dat een fijne buurt als mensen zeggen, ik wil ervoor gaan. Oost is een prachtig stadsdeel. Ik noem Oost altijd de perfecte samenvatting van heel Amsterdam. Je hebt wat Amsterdam een mooie stad maakt, heb je alles een beetje van. Dus een beetje de sfeer van de grachten, een beetje de sfeer van de nieuwbouwwijken. Echte volksbuurten zoals de Dapperbuurt, van alles wat. En ook een hele mooie mix aan mensen. Veel verschillende achtergronden, nationaliteiten, heel veel kleur. En ik vind het ook heel erg goed gaan. De bijdrage uit Oost, kan je daar wat meer over vertellen? En waarom de keus van alle kleuren, van alle kleuren Oost? Ja, Alle Kleuren Oost is een club van hele leuke mensen die uit allerlei hoeken van de samenleving komen. Al jarenlang op een hele mooie manier diversiteit laten zien. En alle kleuren kun je opvatten als alle kleuren van de regenboog. Dus de LGBTIQ+. Gemeenschap is daar heel goed in vertegenwoordigd. Maar je kunt alle kleuren ook opvatten als alle kleuren huid, alle kleuren achtergrond. Hoe je kleuren maar wil uitleggen. Kleurrijke stad die we willen zijn. En verbinding is het woord waar zij mee bezig zijn. Op allerlei manieren. De Southeast Parade als co-creatie. Mooi te zien hoe die samenwerking tussen het bedrijfsleven, bewoners, verenigingen, stichtingen, eigenlijk alles wat er reilt en zeilt in het stadsdeel in de gemeente Amsterdam, de hand ineens slaat om deze prachtige initiatieven, zoals deze nu net genoemd is door jou, Maarten, de gelegenheid krijgt mee te doen aan de Southeast Parade. Ja, met heel veel trots, beste vrienden in Zuidoost, kondig ik jullie aan Alle Kleuren Oost. Vol trots bieden wij een podium aan de vele talenten die Oost maken tot wat het is. Een veelzijdige buurt met dansers, rappers, koks, kunstenaars, MC's, DJ's, zangers, dichters.
Dit jaar brengen we al deze talenten samen in een film, gemaakt door en voor de buurt. Zo laten we zien dat we veerkrachtig zijn en dat we elkaar ook in lastige tijden weten te vinden. Hey, de straten die zijn stil, ik begrijp het lijkt je beter en ik zelf die zijn stil. Wat ik schrijf is met de reden, vele ouderen overleden. Het blijft, het wordt niet beter en je houdt je hoofd omhoog, maar hun lijk gaat naar beneden. En hoe het gaat, maar we gaan niet opgeven, tot september is de regel. Als je hebt geen optreden, zijn je knuffelt en je groet elkaar als vrienden voorleven. Maar dat kan niet meer, want je kan deze ziekte doorgeven. En, maar soms zie ik iets en het klopt niet, we moeten thuis blijven, maar dat doen we toch. Wij zijn samen Oost. 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 Alle Kleuren Oost is een organisatie met een groep mensen die een gigantisch hart hebben voor Amsterdam Oost. En wat wij het liefst proberen te doen is, wij willen de diversiteit die we zo rijk zijn in de buurt, willen wij het liefst vieren. En daarmee ook gewoon bijdragen aan inclusie. Tegelijkertijd zijn wij een groep mensen die heel erg trots zijn op de buurt. Dus bescheidenheid siert ons als we denk ik ook een beetje zeggen dat wij samen met anderen misschien wel de trots zijn van de wijk. Omdat wij zo trots zijn op de wijk. Ja. Dus het is vrij lastig om te zeggen dat wij de trots zijn van de wijk. Want, nou, weet je, het is, ja. In Oost ben jij actief met de organisatie Alle Kleuren Oost. Uh-huh. Wat betekent Alle Kleuren Zuidoost voor Oost? Alle Kleuren Zuidoost voor Oost. Ik denk dat ik zo vrij mag zijn om te zeggen dat Alle Kleuren Zuidoost betekent dat het gaat om een diversiteitsspectrum die Amsterdam, die ook onderdeel is van Amsterdam, waar wij ook absoluut trots op mogen zijn. En het lijkt, of in ieder geval, het laat ook zien dat we met andere stadsdelen, met andere wijken heel veel gemeenschappelijk hebben, heel veel van elkaar kunnen leren, heel veel met elkaar kunnen delen. En nou ja, misschien om het ook een beetje op zijn basis uit te drukken, ook wel heel veel met elkaar samen kunnen spelen. Nu even iets minder met corona, maar hopelijk als het weer kan, veel meer uitwisselingen kunnen hebben om juist die co-creatie niet alleen wijkgebonden te laten zijn, maar ook stadsbreed uit te kunnen rollen. Nou, als we zo gauw weer live mogen en een echte parade mogen organiseren, kom ik meelopen. Ik hou je eraan. Bam! Mooi! Grand Tangi Roy, zeer interessant en inspirerend. De vierde categorie, ondernemers. Wauw. En dan komen ze hier en dan laat ik ze dus de plekjes hier zien en dan zeggen ze, hè? Is dat hier? Ik ben een vrouw en doorzetter en ik behaal altijd mijn doelen. En mijn doel is om Zuidoost tot een betere samenleving te maken. Nou, ik hoop dat ik een stukje toegevoegde waarde kan geven op basis van mijn eigen achtergrond, authentieke Chinese achtergrond, met daar de mooie elementen van respect, rust met de thee. Ja, en dit waren de genomineerden voor de categorie ondernemers. En het is nu aan mij om te vertellen wie er gewonnen heeft. Maar dat is niet eenvoudig, dat wil ik wel vertellen. Want het was een behoorlijke moeilijke keuze. En de jury heeft heel erg zijn best gedaan om de juiste keuzes te maken. Dus ik ga nu vertellen wie er gewonnen hebben. Ik ben benieuwd. Zij is een fantastische goede fotografe. Maar dat niet alleen. Zij is ook een ambassadeur voor Amsterdam Zuidoost, want vanuit haar studio gaat ze heel vaak naar buiten en dan zoekt ze de mooie groene plekjes op die ons stadsdeel rijk zijn, om daar de foto's te maken. En zo leert ze andere mensen bekendmaken met het prachtige Amsterdam Zuidoost en al dat mooie groen dat het te bieden heeft. De derde prijs gaat naar Sandra Djordjevic van Raven and the Cats. Goedemorgen, Sandra! Hi, goedemorgen! Hoe gaat het? Goed. Ja, ja. We zijn hier natuurlijk om je te verrassen, want je hebt meegedaan aan de South East Parade en je hebt een prijs gewonnen. En de jury heeft jou de derde prijs gegund in de categorie ondernemer. Oh, wat gaaf. Ik had echt letterlijk niet verwacht. Nee, echt niet. Het zat echt zo van, wacht, wat? Best een leuke verrassing. Een heel leuke verrassing, ja.
Zij doorbreekt het isolement waarin sommige mensen zitten. En met een klein gebaar, wat wij een gouden gebaar vinden, door het bieden van een kopje thee en het voeren van gesprekken, weet zij mensen te bereiken op een manier die uniek is in Zuidoost, maar ook ongelooflijk past bij Zuidoost. En het is ook heel mooi dat zij haar Chinese cultuur daarmee verbindt aan Amsterdam Zuidoost. Dus Qing's Tea Home van Qingling, gefeliciteerd met deze tweede prijs. Goedemiddag, Qingling! Goedemiddag! De jury heeft besloten om jou de prijs te geven voor de ondernemerscategorie. De tweede prijs! Nee, echt! Oh, wauw! Nog een keer? Wauw, te gek! Wauw, ja, ik ben er even stil van. Ja, ik ben heel blij dat de juryleden en ik denk dat ook de mensen die op me hebben gestemd heel veel bij hebben gedragen. En ze zien het mooie initiatief ook vanuit hun kant. Dus ik ben dankbaar voor degenen die op me hebben gestemd. En ook voor de juryleden die op me hebben gestemd. Dus ik ben heel blij. Ja, dan gaan we nu naar de eerste prijs. Het is heel spannend. Iedereen is natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. Want de eerste prijs is in staat om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Om taboes te doorbreken. Om mensen verder te helpen dan waar ze staan. En hun zelfvertrouwen te geven. Hun eigenwaarde te verbeteren. En alles wat nodig is om mensen precies dat duwtje in de rug te geven die ze nodig hebben. En dat maakt haar eigenlijk tot een heel bijzonder mens. En haar stichting doet dus ontzettend goed werk. Miss Kitty van Talkshow, Our Voice en Brazza Studios. Gefeliciteerd met deze prijs. Miss je Kitty! Je bent meteen helemaal fresh. Je gaat meteen erin. We komen hier om jou een prijs uit te reiken. De jury heeft namelijk in de categorie ondernemer ervoor gekozen om jou de eerste prijs te geven! Hey! Wauw, ik ben eerste geworden! Dankjewel! De eerste prijs! Wat leuk! Dank jullie allemaal en iedereen die heeft gestemd op mij. Ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart. En ik blijf gewoon doen wat ik moet doen. Zuidoost, jullie zijn super ondernemend. Gefeliciteerd en keep up the good work. Gefeliciteerd Sandra Djordjevic van Raven and the Cats, Qingling van Qing's Tea Home en Miss Kitty van Talkshow Our Voice en Brazza Studios. Southeast Parade 2020 heeft een nieuw paradepaardje. Een nieuwe bijzondere prijs. De Change is Pro prijs. Die wordt uitgereikt aan een ondernemende Zuidoostbewoner. Bas Boersma doet de uitreiking. Changes is een gloednieuwe woonpropositie waarvan we er meerdere panden in Amsterdam hebben. Waarvan één hier in prachtig Amsterdam Zuidoost. 600 studio's, maar bij Changes gaat het over meer dan 600 studio's. Het gaat over meer dan wonen alleen. Bij Changes gaat het over community eerst en wat we samen doen. Een van de dingen die we nu samen gaan doen is Changes Pro. Changes Pro is een flexibele werk- en ontmoetingsomgeving. Maar afgezien van de prachtige omgeving, de prachtige vergaderzalen en de prachtige werkplekken, kennen we in Changes Pro een innovatieprogramma met sprekers, met ondernemers, voor ondernemers, met jongeren, met een goed idee, met een plan voor hun leven. Dit gaat in november 2020 open en we verwelkomen jullie allemaal in Changes Pro. We hebben ook een heel bijzonder moment, een bijzondere prijs. In het kader van de Southeast Parade hebben we een aanmoedigingsprijs voor de meest veelbelovende jonge ondernemer 2020. En deze prijs gaat uit naar niemand minder dan Farida Hensen. Farida, mag ik jou hier hebben? Wij verwelkomen jou. Wij verwelkomen jou als het eerste lid van Changes Pro. Oh, wauw. En ik kijk er enorm naar uit om je daar veel te zien en samen aan het werk te mogen.
Dankjewel. Ah, dankjewel. Jeetje. Dit had ik helemaal niet zien aankomen. Ik moet even mijn tranen afdrogen hoor. Ik voel me vereerd dat ik dit in ontvangst mag nemen. Ik timmer nu al 2 jaar aan de weg als ondernemer. Ik ben van Ivor Public. En wat doe ik? Ik faciliteer jou om vanuit een ander denkkader dan daar waar het probleem is in ontstaan, oplossingsgericht te gaan denken en te gaan handelen. Hartelijk dank, Bas. Dankjewel, we zijn heel trots op jou en welkom. Dank je. Farida Hansen, heel veel succes met de eerste stap die je gaat zetten in Change en alle mooie dingen die je daar gaat ontplooien. En dan nu zijn jullie aan de beurt. Wat hebben jullie gestemd? 37 bijzondere groepen hebben zich laten zien in de online challenge van de Southeast Parade 2020. En jullie hebben mogen stemmen. En er zijn superveel stemmen binnengekomen, dank daarvoor. Dirk de Jager, oh, hij had een moeilijke taak. Een supermoeilijke taak. Hij gaat ons vertellen wie de All Over Publieksprijs heeft gewonnen. Ja, in ons prachtige stadsdeel Zuidoost zijn veel ontwikkelingen op dit moment. We zijn bezig wel 35.000 à 40.000 nieuwe woningen te maken. Er komen 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij. Er komt een heel nieuw stuk park bij, bovenop de A9, de tunnel. Er gebeurt van alles in dit prachtige stadsdeel. In dit diverse stadsdeel, wat swingt en bruist en steeds meer in trek is voor de rest van de stad, merken we. En de Southeast Parade is eigenlijk ook het uithangbord van dit fantastische stadsdeel. Met 140 verschillende culturen. En wat ik zo mooi vind aan de Southeast Parade is dat we die diversiteit die we hebben hier op dat moment ook laten zien. Maar dat tegelijkertijd er ook een eenheid is. Eenheid in diversiteit. Nou, ik denk dat je daarmee ook de Southeast Parade en het mooie van Zuidoost in 2 woorden vat. En dit jaar was het natuurlijk lastig in verband met corona. Maar het is toch gelukt voor de organisatoren om een Southeast Parade te organiseren. In dit geval is het online gebeurd. Maar het is wel gebeurd. En daar ben ik wel heel erg trots op dat dat gebeurd is. En fantastisch, want er zijn een heleboel mensen die daarbij betrokken zijn geweest. En zich aangemeld hebben en een actieve rol hebben gespeeld. Dit jaar zijn het voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt. En er is veelvuldig door mensen op gestemd. En uiteindelijk is er natuurlijk een winnaar uitgekomen. En ik ben trots dat ik namens het dagelijks bestuur hier mag bekendmaken wie de winnaar is. Roffel, roffel, roffel. Scouting Holendrecht. Namens het dagelijks bestuur, gefeliciteerd met jullie bokaal. Jullie hebben de meeste stemmen binnengehaald. Ja. En natuurlijk bloemen voor jullie. En het leukste natuurlijk. De prijs. Wow, kijk eens even, jongens. Nou, jullie doen echt superveel werk. Ik zie jullie met de kinderen bezig. Echt top. En over toppers gesproken, kanjers gesproken. Later in dit programma worden de kanjers van Amsterdam Zuidoost bekendgemaakt door mevrouw Tanja Yatnanan Singh en Roy Risti, initiatiefnemer van de Southeast Parade 2020. Twee andere muzikale kanjers staan nu te wachten, speciaal voor jullie. Wat dacht je van Kabir Noor Mohammed, begeleid door de Soul Sound Choir? Want hij is onze André Hazes uit Zuidoost. Ik zat daar te lezen, ik voelde
Kabir en Soul Sound Choir, ik ben niet een beetje verliefd. Ik ben helemaal verliefd op jullie. En verliefd ben ik ook op mijn eigen stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En trots op alles wat er gebeurt in het stadsdeel. Niet alleen ik ben trots, maar ook mevrouw Tanja Jatnan Singh en Roy Ristie zijn trots. Want nu gaan we over naar de bekendmaking van de kanjers. Dankjewel Graciella voor de mooie introductie. We staan intussen op het stadsdeelkantoor. Naast mij staat de stadsdeelvoorzitter Tanja Jatnan Singh. Ja, nou ja, ik vind het sowieso prachtig dat we ondanks alles toch een Southeast Parade kunnen vieren. Maar als er een plek is waar er inderdaad al die nationaliteiten, culturen moeten worden gevierd, dan is het wel in Amsterdam Zuidoost. Dus geweldig dat dit hier kan. En Amsterdam Zuidoost is Amsterdam Zuidoost niet als we juist ook de mensen die Zuidoost maken in het zonnetje zetten. Het is aan de ene kant feestelijk en aan de andere kant, we hebben te maken met corona. Corona confronteert ons met een heel aantal uitdagingen. En een van die uitdagingen in dit stadsdeel is ook, hoe gaan we met elkaar om? Maar gaat ook over dat steeds meer mensen helaas in een positie komen waarbij ze onvoldoende middelen en mogelijkheden hebben. En er zijn mensen die naast hun gaan staan. En die mensen wil ik vandaag in het zonnetje zetten. Namens het bestuur en namens natuurlijk Southeast Parade. Een van die mensen is mevrouw Maknak. Iedereen kent haar. Iedereen weet wat ze doet voor Amsterdam Zuidoost. En daarom zou ik haar zo ontzettend graag naar voren willen roepen. En willen vragen om naast mij te komen staan. Omdat ik haar echt even in het zonnetje wil zetten. Dat verdient zij. En mevrouw Maknak wordt ook gezien als een van de moeders van Amsterdam Zuidoost. U staat altijd klaar voor een ieder. En daarom vind ik het een eer en een genoegen om vandaag u ook een bloemetje te mogen aanbieden. En een Belmer box te mogen aanbieden. En niet het aan anderen geven, maar daar staat u bekend om dat u alles aan een ander wil geven. Dit is voor u. Onze appreciatie, onze waardering voor u, mevrouw Maknak, voor alles wat u doet. Uit de grond van mijn hart zeg ik dank u wel. Want het zijn mensen zoals u die Zuidoost maken tot wat zij vandaag de dag is. Alsjeblieft. Alsjeblieft, mevrouw Maknak. En er is ook een Belmer box voor u. Die gaan we u zo meteen geven. Want anders moet u showen met van alles. Hartelijk dank. Dank u wel. Yes. Ik vind het een eer echt. Hè? Want het lijkt nog van, oh, dat is een beetje een plichtpleging. Maar het is alles behalve dat. Want mevrouw Maknak is echt een moeder van Amsterdam Zuidoost. En van de moeder van Amsterdam Zuidoost gaan we naar een zoon van Amsterdam Zuidoost. Een jonge man die staat voor voetballen voor veiligheid. En wat een mooie combinatie is dat. Dat je enerzijds sport inzet voor iets wat maatschappelijk ons allemaal toch na aan het hart gaat. Dat er te veel jongeren zijn die op een of andere manier denken, ja, we gaan gewoon het verkeerde pad op. En hij zegt tegen haar, nee. Laten we sport pakken en verbroederen. Ik roep naar voren Savi. Een echt een trots van Amsterdam Zuidoost. Een zoon van Amsterdam Zuidoost. Waarvan ik hoop dat er veel meer zonen zijn die naast jou gaan staan. En die met jou samen opstaan voor veiligheid. Je bent zo actief, ook via social media. Dat je steeds laat zien als er iets gebeurt waarvan jij denkt, maar dit is niet goed. Kom je op social media om mensen aan te spreken. Om mensen op hun verantwoordelijkheid echt aan te spreken. En tegelijkertijd doe je het zo positief dat niemand het gevoel heeft van hoe Savi leest ons weer de les. Nee, het is meer laten we bij de les blijven en met Savi meegaan. Dus Savi, ontzettend bedankt voor alles wat jij doet voor Zuidoost. Jij krijgt een Belmer box en je krijgt van ons ook nog iets daarboven, een cadeau. Want we vinden, ja, zoveel talent moeten we gewoon extra belonen. Jij bent sterk, dus je kan het aan, maar pas op hoor, want dat ding is fragiel. Het is wel iets moois ook, het is ook weer van ondernemers uit Zuidoost, die Belmer box. Want wat wij met elkaar nodig hebben is zonen zoals jij, die staan voor veiligheid. We moeten aan de andere kant ook onze ondernemers in Amsterdam Zuidoost natuurlijk enorm een brasa geven. Kunnen we niet fysiek, wegens corona. Anders had ik je helemaal te pletter geknuffeld. Want ik vind je echt geweldig. Dank je wel, nogmaals. Dat was Savi. En dan gaan we, ja, we hebben het over de moeders van Zuidoost. We hebben het over de zoon van Zuidoost. En we hebben het ook over de parels van Zuidoost natuurlijk. En er is een dame die ik heel graag in het zonnetje wil zetten. Zij is Leila Assam. Iedereen kent haar, want ze is op dit moment eigenlijk een beetje wereldberoemd aan het worden. Dus het is eigenlijk wel bijzonder dat je hier nog wil komen bij ons in Zuidoost. Maar we zeggen in het Surinaams, je moet geen bigifassi krijgen. Nee. Ken je het woord, bigifassi? Nee. Oké, heel goed. We willen niet dat je die krijgt. Dus, maar we willen wel, want bigi is wel groots. En ik vind echt oprecht dat jij samen met jouw partner Maureen zoveel groots doet voor Amsterdam Zuidoost. En dat doe je ondanks alles. Als je wel of niet
mogelijkheden krijgt, je gaat op zoek naar mogelijkheden. Inmiddels ben je zelfs tot aan de tafel gekomen bij de minister. Je hebt zelfs een brief gekregen, een bedankbrief van de minister, voor alles wat jullie doen. Dus jij bent wel iemand die enerzijds echt zit in Zuidoost, maar ook je vleugels uitslaat door heel Nederland. En eigenlijk door dat te doen, zet je ook Amsterdam Zuidoost weer op de kaart. Daarvoor wil ik je heel erg hartelijk bedanken. En een kleine token van appreciatie voor jou. Een bloem voor een bloem. Alsjeblieft. Leila, dank je wel. Dank je wel voor alles wat je doet. En ik zei het al, Leila doet het niet alleen. Ze doet het samen met een partner in crime, Maureen. En die zorgen voor dat in Amsterdam Zuidoost enerzijds in deze moeilijke tijd waarbij toch heel veel mensen in de armoedeval geraken, dat er voedsel is voor die mensen. Maar niet alleen voedsel, want jij bent samen met Leila bezig met enerzijds voeding, echt voor de maag. Maar jullie zijn ook bezig met heel veel projecten voor voeding voor het hoofd, hè, voor kennis. Kennis uitwisselen, kennis overdracht, zorgen dat kinderen op een behoorlijke manier naar school kunnen gaan. Maar jullie staan ook voor oude betrokkenheid. En ik vind het mooi dat jullie alles met elkaar combineren. Want enerzijds is er voeding voor de maag, maar voeding voor de maag is onvoldoende. We moeten continu onze mensen in Zuidoost ook voeden met goede gedachten. Voeden met positiviteit, voeden met mogelijkheden. En jij staat daarvoor, Maureen, dus dat is echt fantastisch. Voor jou ook een Belmerbox, want ik zei het ook al tegen Safi. Het gaat niet alleen maar over voeding, natuurlijk in de zin van echt voeding. Maar het gaat ook over elkaar voeden. Voeden met het juiste, voeden met positieve gedachten. Voeden met alles wat Zuidoost mooi maakt. En nou, als er een mens is dat Zuidoost mooi maakt, ben jij dat wel, Maureen. Alsjeblieft en hartelijk bedankt. Ja, dankjewel. En dan hadden we nog één persoon die we heel graag in het zonnetje wilden zetten. Dat is mevrouw Yvette. Die is helaas door omstandigheden hier niet bij. Maar ook zij van PAFEM willen we heel hartelijk bedanken voor haar inzet voor de vrouwen in Amsterdam Zuidoost. We hebben vrouwen gezien, we hebben zonen gezien, we hebben vaders die achter hun zonen staan. Dat is wat we nodig hebben in Amsterdam Zuidoost. En natuurlijk, nadat we deze prachtige mensen in het zonnetje hebben gezet, is er nog één persoon die ik heel erg wil bedanken. Dat is mevrouw Yvette. Yvette van PAFEM. Yvette kon er door omstandigheden niet bij zijn. En tegelijkertijd, je bent niet hier fysiek, maar je bent er wel altijd in ons hart. En daarom heel hartelijk bedankt voor alles wat je doet. Dank je, Tanja, voor je altijd mooie woorden. Het is natuurlijk prachtig om te zien dat elk jaar Zuidoostbewoners ervoor gaan om mee te doen aan de Southeast Parade. In de studio hebben we Mr. John Leerdam, hoofdjurylid, want hij gaat ons vertellen wie de all-over winnaar is van de online challenge. Maar eerst John Leerdam, Southeast Parade, waarom jurylid? Wat trekt je zo aan dit event? Ja, in eerste instantie hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Inderdaad. Kijk, Southeast Parade, dat is toch iets heel bijzonders. Los van het feit dat sommige mensen denken dat het een aftreksel is van wat er in Rotterdam gebeurt. Hè? Mm-hmm. De zomercarnaval. Mm-hmm. Maar ik vind dat hoe Southeast Parade zich steeds aan het heruitvinden is. Ja. Niet alleen zij doen het, maar ze doen het met een hele netwerk van allerlei mensen om zich heen. Mm-hmm. Vind ik echt toe te juichen. Wat is dan de USP, als ik het zo mag vragen, van Southeast Parade? Unique selling point. Ja. Nou, wat je ziet is dat het van onderaf, vanuit de bevolking, van de mensen, de bewoners van Zuidoost zelf, die komen met ideeën. En je ziet dat het gestructureerd wordt en begeleid wordt en in goede banen wordt geleid door een geweldig professioneel team. Ja. Waaronder andere, bijvoorbeeld Roy Ristie, maar laten we het ook noemen, Jessica Dikmoet, die klopt, ontzettend veel werk erin stopt. Klopt. Met een heel team om haar heen. Om te zorgen dat je steeds ook dingen blijft heruitvinden. Mm-hmm. En dat trekt mij ook hier aan. En dat vind ik ook bijzonder om als bewoner van Zuidoost een bijdrage te leveren. En het is ook goed om dit soort zaken ook te zien met een andere bril. En ik denk dat dat ook wat wij als jury eigenlijk ook bij elkaar, wat ons ook bij elkaar brengt en ons ook versterkt in de besluitvorming die we hebben genomen, dan zie je dat er daar ook een hele goede dialoog over is, maar tegelijkertijd het ons inspireert. Nou, dat is helemaal mooi, dan wordt het organisch. Ja, en er was zoveel diversiteit en zo inspirerend wat we allemaal op onze bord kregen, mm-hmm, dat ik echt met open mond heb zitten kijken van wat er allemaal uitkwam.
Dus ik denk dat dit een bijzondere manier is om dit te doen. Maar ik zou toch ook willen pleiten dat als het volgend jaar wat beter gaat, ook met het hele gebeuren ja, van de van virus. De pandemie. Dat van de pandemie, dat we toch ook weer die live, die parade kunnen gaan volgen. Ja, dan dus doen we hem samen. Dat zouden we het samen moeten parade. Doen. Precies, waardoor je een interessante, nieuwe soort moxie krijgt. Ja man, heerlijk. Ja. Zuidoost is een ja. unieke moxie. Zo is het. Inspirerende filmpjes, daar gaan we nu naar kijken. Wie is er genomineerd in de categorie all-over winnaar voor Southeast Parade 2020? So Southeast has helped me. And here, one thing I love for Southeast is they never condemn or degrade anybody. Ik ben een vrouw, een doorzetter en ik behaal altijd mijn doelen. En mijn doel is om Zuidoost tot een betere samenleving te maken. Onze community is er trots van Zuidoost, omdat ze veerkracht sowieso tonen. We staan niet stil, je ziet ons, we zijn in de community en je kunt niet om ons heen. Iedereen die mee heeft gedaan aan de Southeast Parade is natuurlijk een winnaar. Maar we hebben net kunnen kijken naar de mensen die in aanmerking komen voor de ultieme prijs. De hoofdprijs van de Southeast Parade 2020. John, hou me alsjeblieft en hou ons alsjeblieft niet in spanning. Rappapam, rappapam. Wie zijn de mensen die de nummer 1, 2 en 3 zijn geworden? Inderdaad, er zijn inderdaad de 3 prijzen te vergeven. En het is een hele heen en weer mailen en kijken en stemmen geweest, hè, mensen. Ja. Dus, en het was heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar we zijn unaniem tot een besluit gekomen. En op nummer 3. Wauw. Op nummer 3. Een heel bijzonder duo. Die eigenlijk zeer inspirerend is. En ook eigenlijk hun door wat ze doen en de manier hoe ze het doen de aandacht hebben getrokken van heel veel mensen en zullen gaan trekken van heel veel mensen. Colin en Rachel. Jullie zijn ook de winnaars geworden van de hele Southeast Parade. En jullie hebben de 3e prijs gewonnen. Ik ga dit even on the spot doen. Jullie krijgen 100 euro. Jullie krijgen een waardebon van 50 euro. We hebben een vette goodiebag voor je. En met dus gewoon... En natuurlijk een super mooie prijs. Kan je het allemaal vasthouden? Ik kan het allemaal vasthouden. Wat een manier om je woensdagochtend zo te beginnen. Jeetje. Ja. Super lekker toch? Even kijken. Een celebration dance. Dan doe ik de Running Man. Yes. Top gedaan. Wauw. Okay. Dat is het duo die verschillende mensen interviewt. Maar ook ze staan voor de LGBTQ community. En ze proberen de awareness in de Amsterdam Zuidoost. Maar ondertussen merken we dat het ook verder reikt. Zij zijn op nummer 3 beland. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Top. Op nummer 2 is beland. Miss Kitty. Talkshow Our Voice en Brasa Studios. Je hebt natuurlijk de eerste prijs gewonnen in de categorie ondernemer. Ja. Maar we hebben ook categorie overstijgend. Een top 3. Oké. En... de winnaar van de Overall Southeast Parade Online Challenge 2020. Ja. Heb jij gewonnen de 2e prijs? Leuk, dankjewel. Pam, 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 pam. Dus wacht even, ik heb de eerste prijs voor ondernemen. En de 2e prijs voor... De overal. Dus voor alles, voor alles. Oké, wauw. Thank you. Geweldig inspirerende personen die hier keihard aan werken. Met hun spriethorens of voelhorens in de hele stad. En ook in de wijk vooral. Maar zij hebben een prestatie geleverd waar we heel trots op zijn. En we zeggen bijna de winnaar, nummer 2. Dus ik zeg hartelijk gefeliciteerd. Ga zo door en we blijven jullie volgen. En dan, nummer 1. Dit zijn een groep mensen die eigenlijk in de afgelopen jaren, moet ik zeggen, heel erg onderbelicht zijn geweest. Ze hebben misschien ook onder de radar gefunctioneerd. Voor sommige mensen in de stad en ook zeker in het stadsdeel
waren ze wel degelijk zichtbaar. Maar voor ons zijn ze nu echt op nummer 1 en een terechte nummer 1 plek beland. Het is Mama, Agartha, Frimpong, Women, Motivation en Inspiration. En omdat we dus ook nog naast de stichtingen hebben we natuurlijk de Overall Prize, de prijs van alle 37 deelnemers. Daar heeft u dus de eerste prijs gewonnen van alle 37 deelnemers. Dus die is voor u, mama Agartha. Dankjewel. Oh, ik ben zo blij, hè. Dankjewel. I thank you all for appreciating what I'm doing. I'm so, I don't know what to say. So, thank you. Enjoy it. Thank you. Yes? Not enjoy, I love it. Not only enjoy, yeah. I love it so much. First, I was feeling dizzy, but now I'm okay. I'm okay. Yeah. Yes. I'm okay. Thank you so much. How's my goodie bag? Yes. No, it's everything. Oh, thanks so much. Zij zijn de mensen die ook heel veel mensen hebben opgevangen, inspireren, empoweren. Wij zijn zo trots op wat zij doen. En ze geven onze stadsdeel een gezicht dat verder reikt dan alleen Amsterdam. Ik zou zeggen, een brasa voor jullie. Ik zou zeggen, ga door. Wij zijn trots op jullie. De hele stadsdeel is trots op jullie. De hele stad Amsterdam is trots op jullie. Deze vrouwen verdienen deze eerste plek. Masha, masha, dankie, zeggen we. Zet hem door. Alle winnaars zijn bekend. Southeast Parade 2020 is bijna ten einde. En ik moet zeggen, ik heb genoten, John. Heb je ook zo genoten, net als ik? Fantastisch. Die online challenge is toch wel iets unieks, hè? Ja, het is uniek. Het is uniek, absoluut. We moeten het... Het is in ieder geval het is genoeg stof tot nadenken, ja. Maar het is ook stof tot uitdaging om het nog beter te doen volgend jaar. We gaan feliciteren Colin en Rachel van de LGBT community, Miss Kitty, Talkshow, Our Voice en Brasa Studios. En de winnaar, de winnares, Miss Mama Agartha Frimpong. Women Motivation en Inspiration. Southeast Parade 2020. Een beetje anders dan dat we gewend zijn. Een online challenge waar iedereen zich fantastisch voor heeft ingezet. Nou, en dan zijn we aan het einde gekomen natuurlijk van deze tocht, ja, viering van de mensen in Amsterdam Zuidoost. Ik bedank ook u thuis voor het kijken, dat u met ons samen de mensen in Amsterdam-Zuidoost in het zonnetje wil zetten. Want Amsterdam-Zuidoost is Amsterdam-Zuidoost niet zonder haar inwoners. En de inwoners die zijn prachtig. Sommigen hebben het wat moeilijker op dit moment. Juist hen ook wil ik zeggen, laten we die veerkracht die we met elkaar hebben in Amsterdam-Zuidoost, laten we die met elkaar vieren. Ik vind Southeast Parade een hele mooie mogelijkheid daarvoor. Dat we de vrolijkheid in ons hart, de warmte in ons hart, continu weer kunnen oproepen. Die positieve gedachten van Amsterdam Zuidoost, die brasa van Amsterdam Zuidoost, wens ik ons allemaal toe. Nogmaals, dank u wel. We willen iedereen bedanken. Sponsors, jury, deelnemers, u die thuis heeft gestemd en natuurlijk u die nu op dit moment kijkt. We gaan eindigen, niet zomaar, maar met een fantastische dans. Een dance challenge van Shaggy. Do the flexolit. Bye! Oké, dames en heren. We hebben alle prijzen uitgereikt van de Southeast Parade 2020. Stichtingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en natuurlijk de top 3. En ik denk dat het nu voor jullie ook tijd is om even te dansen. Dus sta op uit die stoelen. Ga even lekker ontspannen. We gaan even lekker met Shaggy dansen. Dit is om het tune flexolit. Dansje kan iedereen, van jong tot oud. Van beginners tot professionals. Het maakt me niet uit. Ik heb ouderen zien dansen. Ik heb kleine kinderen zien dansen. Ik heb mensen in de rolstoel zien dansen. Als je maar kan genieten. Oké, hier gaan we. We beginnen met een slide naar rechts. En een slide. En een slide. Stap naar rechts naar voor. Stap naar voor en stap naar voor. Dan doe je nog een keer een slide. Een slide. En een slide. En dan spring je op je plek. Op je plek en op je plek. Vervolgens nog een keer een slide. Je doet een slide en een slide. Dan doe je de auto. Rup. E. E. En de laatste slide. Laatste slide. Laatste slide. Draai hem om. En dan heb je je eindpose. Super makkelijk.
Ik ga hem één keer met de tekst doen, dan weet je precies wat het eruit ziet. En daarna doen we één keer op de muziek. Here we go. 5, 6, 7, 8. Ben in die vibe, ben in die mood. En flexolid met mijn crew, yeah, yeah. 5, ben in die mood. En flexolid met mijn crew, yeah, yeah. Ben in die vibe, ben in die mood. Ha! Flexolid met mijn crew. Oh, 5, en in die mood. En flexolid met mijn crew. Boom! Dus, als het goed is, moet je dit gewoon kunnen doen. Als je het niet weet, spoel even dat stukje terug. Dan heb je hem sowieso gegarandeerd. Ik ga hem nu voor je op de muziek doen. Oké, here we go. In 3, in 2, in 3, 2, 1, let's go. En slide. Stap. Here we go. Op je plek. En slide. Auto. Oké, dames en heren, dit was dus het Flexolid dansje. Oefen deze thuis, je kan een nummer luisteren op Spotify, op YouTube of elke andere muziekkanaal. Dit is trouwens ook het einde van de 2020 South East Parade. Mijn naam is Shaggy. Ik ben Shanessa. En we hopen jullie allemaal volgend jaar natuurlijk weer te zien. Dus schrijf je in, doe mee en we hopen dat we de parade volgend jaar gewoon als altijd kunnen lopen door de hele Amsterdamse poort. Met alle pracht en praal die Zuidoost te bieden heeft. Volg ons op Facebook en Instagram. Een vrouwelijke groet. Ciao, ciao! Woe! Yeah.